Hoi, tof dat je weer kijkt naar een van mijn video's. Nou, in deze video ga ik je uitleggen hoe je het beste de kracht van je schouderspieren kunt trainen. En om dat goed te begrijpen, ga ik je eerst een stukje anatomie vertellen. We kennen stabiliserende spieren, die zitten heel dicht diep in jouw schouder. Dat zijn de kleine spiertjes, de rotator cuffspieren ook wel genoemd, dat zijn de subscapularis. En de spieren hier aan de achterzijde, teres minor, deze. Infraspinatus en de subscapularis hierbovenop. En die spieren zorgen voor de stabiliteit van de schouder. En de grote deltoïdiespier, dat is deze, die zorgt eigenlijk voor het bewegen. Nou, in deze video ga ik dus uitleggen hoe je het beste deze spier kunt trainen. Ik zou zeggen, kijk even mee. Voordat ik je oefeningen ga uitleggen voor die schouder, is het belangrijk om te weten dat die deltoïdiespier uit drie delen bestaat. Dat zijn de voorste vezels, die zie je hier in het plaatje, hier het oranje. Die zorgen ervoor dat je je armen voorwaarts kunt optillen. De middelste vezels, die zitten dus hier aan jouw acromion vast, hier het oranje. Die zorgen er eigenlijk voor dat je je armen zijwaarts kunt optillen, zoals je hier ziet. En de achterste vezels, de posteriore vezels. Die zorgen ervoor eigenlijk dat je je arm achterwaarts kunt bewegen, zoals hier in de afbeelding. Nou, kijk even mee voor de verschillende oefeningen. Oké, hier zien we de side raise. We kunnen deze oefening doen in een pulley. Dat we de pulley laag zetten en dan het gewicht eigenlijk omhoog bewegen. Maar ook gewoon met dumbbells, zoals je hier ziet. We pakken de dumbbells, we gaan rechtop staan en we bewegen de dumbbells omhoog tot 90 graden. Ga niet daarboven, want dan kunnen de structuren hier gaan inklemmen. Dus als je schouderklachten hebt, moet je absoluut niet hogere doen. Probeer gewoon tot aan die 90 graden en naar beneden. Wat we dan trainen, dus in deze beweging trainen we met name dus die middelste vezels van die deltoïdius. Uiteindelijk spannen alle vezels aan, maar het meeste accent ligt op de middelste vezels. Oké, hier zien we een shoulder press oefening. Hier in het voorbeeld zien we banden, maar hier kunnen we dus ook weer dumbbells gebruiken of met de pulley. Met name hier zien we dus die resistance, die weerstandbanden die ze gebruiken. We gaan zitten of staan, we pakken dumbbells in onze hand of de banden en we drukken eigenlijk naar boven uit. Bij deze oefening trainen we met name de middelste vezels, maar ook zijn die voorste en achterste vezels helpen mee aan de beweging. Oké, hier zien we dus een front raise. En hier trainen we met name de deltoïdius aan de voorkant. Dus de voorste vezels van die deltoïdius spannen met name nu aan. En dat kunnen we doen in een pulley. Dus als we de gewichten dus van achteren naar voren trekken of met dumbbells in je hand zoals hier. Je gaat op een bankje zitten of je gaat staan. En je maakt een front raise tot weer die 90 graden. Ga niet hoger en ga naar beneden. Om en om bewegen. En zo kun je dus die voorste vezels van die schouderspier trainen. Nou, bij deze oefening, de swing met een kettlebell, trainen we met name ook de voorste vezels van die schouderspier. Omdat we ook weer een soort front raise maken. Dus je pakt een dumbbell vast, je gaat iets door de knieën en je zwiept eigenlijk, je zweept de kettlebell omhoog. En dan trainen we dus hier die voorste vezels van de schouder. Nou, bij deze oefening trainen we met name de posteriore vezels van die schouder. Dus de achterste vezels van die schouder zie je hier mooi in het rood. En wat is belangrijk, dat we een horizontale row maken. Of dit nu in een pulley is of met een stang dat je zelf optrekt. Maar belangrijk is dat je eigenlijk in een horizontaal vlak de beweging maakt. En zoals je hier ziet, dan spannen heel mooi die vezels, die achterste vezels spannen aan als je zelf optrekt. Nou, hier zien we dus de row oefening in de pulley. We pakken de pulley vast aan de voorzijde en we trekken eigenlijk de ellebogen naar achteren. Dan spannen we ook weer die achterste vezels aan van de schouderspier van de deltoïdius. Nou, hier zien we nog een alternatieve oefening voor de achterste vezels van de deltoïdius en dat is de row fly. En bij deze oefening gaan we op de buik liggen op een bankje, we pakken dumbbells in onze hand en bewegen de dumbbells eigenlijk naar achteren. En andere vezels die we ook aanspannen zijn dus de romboïdiespieren hier, omdat we de schouderbladen naar elkaar toe bewegen, de trapeziespieren, maar ook de trapezius ascendens spieren
helpen mee aan de beweging. Nou, dit was de video over krachtoefeningen van de schouder. Er zijn natuurlijk honderden oefeningen om die schouderspieren te trainen. Ik kan het natuurlijk niet allemaal laten zien, maar wil je goede begeleiding, neem contact op met de fysiotherapeut. Want als je klachten hebt, is het belangrijk dat je je oefening goed uitvoert en met niet al te veel gewicht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Hoi hoi!